De nachtzon. Vanavond sluiten we de dag af met een vrouw die in woestijnen heeft gewoond en in een grot heeft gewacht op haar muze. Inspiratie. De nacht is haar vriend. Zoet. En gelukkig langer dan je denkt. Haar werk is doordrongen van dit huiveringwekkende wonder. Onze nachtzon krijgen we van beeldend kunstenares en dichteres Gertie Bierenbroodspot. Je woonde in een grot in Frankrijk. Ja. We gaan echt fluisteren nu, hè? En je wachtte op Maria Magdalena? Nee, ik wachtte op een verschijning. Gewoon de muze. Die Maria Magdalena-figuur is gewoon een naam voor muzes. Kijk, wat is de inspiratie van de schilder? Of de beeldhouwer, of de schrijver? Of noem maar op, voor de muzikant. Er moet iets zijn van een vrouw of een manfiguur. Een muze. Muze is natuurlijk androgyn, kan alles zijn. En in die grot was ik er zo dichtbij. Ik kan me nu vanuit de stad onmiddellijk terug voelen in wat er toen gebeurde. Oh. Allerlei prachtige dingen. En de nacht, is dat een vriend of een vijand voor je? De nacht is natuurlijk een grote vriend. De nacht is niet boos. Als die komt, de nacht. De beroemde regels van een gedicht. De nacht is niet boos als die komt, de nacht. Maar het is er natuurlijk wat je zelf van maakt. Als je rozemarijnmelk in een bad gooit en je gaat daar wat te koop is. En je gaat in je bad liggen en je doet je ogen dicht. En daarna trek je een mooie warme badjas aan en ga je in bed liggen. Uitgestrekt. Gewoon kijkend of je ogen langzaam dicht doen. Het is toch prachtig. Je lichaam straalt. Je huid is goed. Je bent schoon. Je hebt de stad weer afgewassen. De nacht is prachtig. De nacht is zoet. De nacht is langer dan je denkt.